Herken je dit probleem en had jouw werkplaats ook wel even een stukje groter mogen zijn eigenlijk? Blijf dan vooral kijken, want in deze video ga ik jou laten zien hoe je in 5 simpele stappen jouw werkplaats effectief dubbel zo groot kan maken. Ga ik die claim echt maken? Ja, dat ga ik echt maken. Dubbel zo groot. Alles in mijn werkplaats is over nagedacht. Lang over nagedacht, goed over nagedacht. En meestal is het niet eens de eerste versie die hier staat, maar de tweede versie, digitaal dan in ieder geval, die hier in de werkplaats is terechtgekomen, want ruimte is schaars en ik wil het optimaal benutten. Zo ook toen ik deze werkbank heb ontworpen voor mijn afkortzaag en mijn CNC-frees. Toen ook heb ik dit 5-stappen systeem gebruikt wat mij enorm heeft geholpen om tot dit ontwerp te komen. Het eerste ontwerp wat ik gemaakt had was compleet anders. Zoals je hier ziet, de CNC-frees stond bovenop, de afkortzaag stond onderop op een flip-topkaart die eruit kon rijden, om kon draaien. Maar dat is hem niet geworden. En in deze video kom je er vanzelf wel achter waarom. En in deze video neem ik je ook mee in het proces van hoe ik deze uiteindelijk wel gebouwd heb. Omdat het wel lekker is om een beetje gevoel te hebben bij de video, een beetje context. Dit is hoe de video is opgebouwd. Ik begin met stap 1. Vervolgens gaan we door naar stap 2. Daarna zullen 3 en 4 volgen om vervolgens af te ronden met stap nummer 5. Lijkt me simpel, toch? Als je dit proces nou gaat gebruiken, is het handig om mee te schrijven. Het beste is gewoon op een papiertje, maar je zou het natuurlijk ook in een notities-app op je computer kunnen doen. Belangrijk is wel dat je wat ruimte houdt tussen de verschillende stappen, want je zal af en toe teruggaan naar een eerdere stap om dingen toe te voegen, weg te halen. Want het is niet echt een 1 tot en met 5 systeem. Het is wel de volgorde waarop je het initieel doet, maar het zal wat heen en weer springen zo heen en weer, totdat je bij jouw perfecte ontwerp komt. Dan, stap 1. Welke tools moeten erop gaan komen? Of welke functie moet het meubelstuk gaan hebben? Want ja, soms komen de tools op, maar misschien is het ook wel gewoon een werkbank waar je op gaat verven of iets anders op gaat doen. Dus stap 1, eerst even opschrijven welke hoofdfuncties dit gaat hebben. Dit is een vrij simpele stap die je waarschijnlijk niet eens bewust gaat doen, maar eigenlijk van tevoren al weet. Maar wel een belangrijk om even op te schrijven. In mijn geval zijn het de afkortzaag die erop moest gaan komen en de CNC-frees. En dat probeer ik eigenlijk altijd te doen, want een oppervlak van een werkbank kan je natuurlijk maar 1 keer benutten. Tenminste, zo lijkt het. Als je gewoon een tafel neerzet, heb je daarna onder heel veel dozen. Dan kan je wel dozen neerzetten, wordt een bende. Je kan er beter andere tools neerzetten of geplande opslag. Dan komen we eigenlijk gelijk bij stap nummer 2. En dat is bedenk hoe makkelijk bij je verschillende tools moet kunnen. En dat hangt er maar net vanaf hoe vaak je ze gebruikt, hoe lang je ze gebruikt als je ze gebruikt en of je het fijn vindt als ze bij de hand liggen. Mag ook gewoon meespelen natuurlijk. En in dit geval heb ik ervoor gekozen om mijn CNC-frees hieronder te doen. In eerste instantie wilde ik hem heel makkelijk bereikbaar hebben. Maar de CNC-frees die doet natuurlijk eigenlijk al zijn werk zelf. Dus die kan prima hieronder staan. Als ik even iets moet opspannen, rij ik hem eruit. Kan ik dingen opspannen, gaat hij aan de slag, zet ik hem erin. Blijven de spanen lekker voor het grootste deel binnen. En belangrijker, heb ik hierboven gewoon een werkbank. En ik ben een heel groot voorstander van het First Order Retrievability systeem van Adam Savage. Wat eigenlijk niks meer zegt dan, je mag geen dingen moeten verplaatsen om bij andere dingen te komen. Oftewel, je moet geen dingen achter dingen op een plank zetten. Dat zie je ook op de plank. Transparante box. Je ziet gelijk wat erin zit. Er staat verder niks achter. Ideaal. Maar daar is een grote uitzondering op. En dat zijn namelijk tools die je niet zo vaak gebruikt. Of tools die je nou wel regelmatig gebruikt, maar altijd als je ze gebruikt, je ze de hele dag gebruikt. Dat je dat van tevoren weet. Kijk, als je weet, ik ga de afkortzaag gebruiken. Die gebruik ik 10 keer per jaar. En als ik hem gebruik, heb ik hem gelijk een hele week nodig of een hele dag nodig. Ja, dan kun je hem prima 's ochtends even neerzetten op een mooie tafel. Even 10 minuten besteden om dat neer te zetten en dan staat het goed. En dat is ook hoe ik het eerst had. Deze stond ergens onder een tafel. In mijn oude werkplaatszaal had ik hem aan de muur gehangen. Ik kwam erachter dat ik nog heel vaak houtjes aan het klooien was. Ik was iets met de hand aan het afzagen wat haaks moest zijn. Ik was op de lintzaag aan het klooien. En dat werkte gewoon niet. Dus ik heb ervoor besloten om deze, ook al gebruik ik hem niet elke keer dat ik hier ben, toch een vrij prominente plaats te geven in het midden. Want als ik hem nu nodig heb, is het echt een kwestie van gewoon pakken, hij staat helemaal klaar en gaan. En ik hoef nooit meer te klooien. Dat is dus heel veel waard. Want wat heel goed werkt is om 2 tools samen te voegen waarvan je de eentje heel veel gebruikt en de ander wat minder. Bijvoorbeeld in dit geval de CNC-frees die ik wel veel gebruik maar waar ik niet bij hoef te zijn. En de afkortzaag, die ik wel dus heel goed bij de hand wil hebben, kan je de ene onder de ander zetten en kan je daar allemaal slimmigheden voor bedenken. Nou, als je dus hebt vastgesteld welke tools erop moeten komen en hoe vaak je die gaat gebruiken of hoe makkelijk je erbij moet eigenlijk, dan is het tijd om ze op een schets of op een 3D-model, heel basic, nog niet te veel details,
de tools even op zijn plek te slepen. En op die manier kan je gewoon even wat verschillende dingetjes proberen. Je kan het ook uitknippen op papier. Om de plaatsing eigenlijk te bepalen. Want je kan van alles bedenken. En nou ja, zoals die C7 staat op een loskarretje eronder. Maar die had er ook vast kunnen zitten. Of je kan zo'n werkbank met een draaiend blad doen. Er is heel veel te bedenken wat maakt dat je verschillende functies in één kan voegen eigenlijk. En dan komen we bij stap nummer 3. En stap nummer 3 is waar je echt het verschil gaat maken tussen een werkbank waar wel goed over nagedacht is. En een werkbank die gewoon helemaal het maximale uit de ruimte haalt. En dat is, wat gaat deze werkbank nog meer doen? Dus eigenlijk de extra functies die erin komen. En daar is eigenlijk altijd ruimte voor. Want je hebt altijd wel loze ruimte in je ontwerp. En die gaan we opvullen. En dat kan met van alles. Het belangrijkste is natuurlijk dat de dingen die je nodig hebt bij de tools die erop komen, dat die in het meubelwerk zitten. Want als die aan de andere kant van je werkplaats liggen, ja, dan kan het nog net zo efficiënt zijn allemaal qua ruimte. Maar als je dan de hele tijd in de wereld lopen bent, dat wordt hem niet. Dus de tools die je nodig hebt bij de tools of de accessoires, die moeten erbij. In dit geval zijn dat de freesjes voor de CNC-frees, opspangereedschap, dubbelzijdig plakband, allemaal dat soort dingen. Maar toen had ik nog veel meer ruimte over. En wat kan je dan doen? Materiaalopslag. Je hebt nooit genoeg materiaalopslag. Zeker niet als je het enigszins gesorteerd wil doen, zodat je ook weer dingen kan terugvinden. Dus ik heb hier in deze werkbank aan de linkerkant heb ik een platenvak gemaakt. En aan de rechterkant heb ik een vak gemaakt waar balkjes, latjes, korte materiaal in kan. En ook hier helpt die schets die je in eerste instantie gemaakt had, helpt enorm. Want dat geeft je een beeld waar je dingen kwijt kan. En je kan ook hier weer in schetsen met het maken van vakjes, ruimte, verplekken, tools. Eigenlijk moet je gewoon zorgen dat alle loze ruimte, geen loze ruimte meer is. En dan stap nummer 4. En nu ben je blij dat je nog niet het ontwerp af hebt. Want hoeveel ruimte mag die gaan kosten? En van tevoren zal je hier wel een beeld voor gehad hebben. Want je weet ongeveer wat voor ruimte je nog hebt in je werkplaats. Hoe groot je tools zijn. Maar het is even goed om nu toch nog een keer stil te staan bij dit punt. Want in eerste instantie was ik van plan om dit afkortzaagstation ongeveer zo breed te maken. Toen kwam de CNC-frees erbij die eronder moest. Werd hij ongeveer zo breed. Want zo groot is de CNC-frees. En zou ik hier aan de zijkant vleugels hebben die ik kon opklappen om het materiaal dus op te rusten. Wat overigens maakte dat elke keer dat ik dat nodig had, ik dat ding naar voren moest rijden om die vleugels uit te klappen. Plus het een extra handeling was. Maar nog even los daarvan. Alleen, toen ik het een beetje allemaal aan schetsen was, kwam ik erachter dat je hierachter dan vrij veel loze ruimte zou krijgen. En ik hier ook nog best wel wat breedte had, waar ik nog niet direct een doel voor had. Nou, dus hoeft dat niet altijd vol natuurlijk, maar het was er wel. En toen zat ik te kijken naar die loze ruimte en ik dacht, ja, wacht eens even, die diepte die heb ik, daar kan ik niks aan veranderen. Zo diep is mijn zaag nou helemaal, dat is een CNC-frees. Maar als ik de werkbank nou ietsje breder maak, dan kan ik die loze ruimte daadwerkelijk gebruiken. Dus nu staat hier mijn schijfschuurmachine, ideaal. En hier zou ik nog zo'nzelfde tool neer kunnen zetten of een kastje met andere tools, wat dan ook. Ik heb in ieder geval nu, door hem meer ruimte in te laten nemen, efficiënter gemaakt. Want anders had ik geen plek gehad voor bijvoorbeeld mijn schijfschuurmachine meer. En nu dus wel. Dus dit is een beetje de houtbewerking kar geworden. Schijfschuurmachine, zaag. Perfect. Dus kijk er nog eens goed naar. Hoeveel ruimte heb ik? Wat mag die innemen? En ga daarmee puzzelen. En over het algemeen is groter maken juist niet de goede oplossing. Juist hoe kleiner je het kan maken, hoe creatiever je moet worden, hoe mooier de oplossingen worden. Maar soms kan groter maken dus wel degelijk zin hebben om het efficiënter te maken. En dat maakt ook dat ik hieronder dus die extra ruimte kreeg voor de materiaalopslag. Win-win. En voordat je dan aan designen gaat, is er nog één belangrijk punt wat je niet moet vergeten. En dat is, wat mag het hele feest gaan kosten? Want zeker, nou eigenlijk met elk project, maar met werkplaatsprojecten net zo. Je kan het zo gek maken als je zelf wilde zijn. Honderden supermooie jigs en fixtures en materialen alleen al, die de prijs van je project zo keer 10 kunnen doen. En dat is natuurlijk allemaal prachtig als je het echt gaat gebruiken. Investeer er vooral in. Maar als je het niet gaat gebruiken, is het hartstikke zonde als jij jouw werkbank veel te duur maakt. En zelf ben ik er groot voorstander van om mijn werkplaatsmeubilair super functioneel te maken en daarbij zo goedkoop mogelijk. Betekent niet dat alles 3 tientjes kost, maar dat betekent wel dat ik de goedkoopste optie gekozen heb om al mijn eisen toch te kunnen doen. Dus in dit geval, een mooi voorbeeld, is deze achteraanslag voor de zaag eigenlijk. Ik wilde hier eigenlijk een
T-track heet dat in het Engels, groef inmaken. Dat je daar mooie stopblokjes op kan doen en allemaal andere fancy dingetjes als achteraanslag, weet ik het wat. Super mooi. Kost uit mijn hoofd €250, degene die ik voor ogen had. Wat best een hoop geld is, ongeveer net zoveel als de rest van dit alles bij elkaar gekost heeft. En hoe vaak ga ik dat daadwerkelijk gebruiken? Waarschijnlijk niet zo heel vaak. Dus ik heb er gewoon een betonplex latje in gezet. Kost dat nou een paar euro. En mocht ik nou ooit dat toch willen gaan gebruiken, schroef ik deze eraf. Maak ik er iets heel fancy's voor. Maar dan weet ik in ieder geval dat op het moment dat ik het inschroef, dat ik het ook ga gebruiken. En geef ik geen onnodig geld uit aan dat soort dingen. Want dan kan je veel beter aan je projecten besteden. Dus bedenk van tevoren even wat het mag gaan kosten. Zowel qua geld als qua tijd. Want je kan een hele prachtige houtbewerking werkbank maken van massief hout. Wat er prachtig uitziet, waar je een paar jaar mee bezig bent. Maar dan heb je ook wat. Of je kan gewoon even snel iets in elkaar schroeven op een zaterdagmiddag. Dat je lekker aan je andere projecten aan de slag kan. Dus beslis even van tevoren welke van de twee het gaat worden. Dan voordat ik het helemaal ga laten zien hoe het geworden is, heb ik nog één bonus tip voor je. Krijg je er gewoon bij. En dat is zet alsjeblieft alles in je werkplaats op wielen. Dat maakt dat je dingen kan herinrichten als je workflow toch anders blijkt te zijn dan je bedacht had. Dat je eventueel dingen naar buiten kan rijden als je het buiten nodig hebt. In dit geval heb ik wat hout hier achter staan. Wat ik eigenlijk nooit gebruik, plaatwerk. Maar wat ik wel wil hebben, voor als ik het een keer gebruik, schrijf ik deze ervoor en pak ik plaatje hout achter vandaan. Ideaal. Zet je wielen, kost niet zoveel. Dus schroef ze er gewoon onder. Je gaat er heel blij mee zijn. En als je die 5 stappen dus helemaal gevolgd hebt, is dit waar ik op uit ben gekomen voor mijn perfecte afkortzaag en CNC freesstation. Maar ik weet zeker dat als jij dit voor jouw werkplaats gaat tekenen en voor jouw tools, dat je niet op een afkortzaagstation zoals deze uitkomt. Evengoed ga ik laten zien wat ik hier allemaal heb, want je kan er vast wel weer wat handige tips uithalen. Nou, ik heb hierachter dus vrij veel ruimte waar die kan staan en hier dus die extra ruimte die ik al had laten zien. Dus dit en dit is het oppervlak waar het hout daadwerkelijk op gaat liggen tijdens het zagen. En daarvoor heb ik gekozen om daar betonplex te nemen. Is lekker slijtvast, blijft het mooi. Voor de rest heb ik allemaal populiere multiplex genomen. Dat is wel kaarsrecht als je het koopt, maar is niet de duurste soort. Ook weer om het zo goedkoop mogelijk te houden. Dan hier heb ik 3 vakken waar opspangereedschap en CNC-freesjes inkomen. Hier de laptop voor de CNC-frees, materiaal storage en hier dan de CNC-frees. En ook hier heb ik nog weer 2 vakken, want ja, ik had de ruimte toch. 2 vakken waar ik dingen kan opbergen. Wil je nou meer van dit soort tips zien van hoe jij jouw werkplaats super efficiënt kan maken en dus het meeste uit je ruimte kan halen? Klik dan even op de video en dan laat ik jou mijn hele werkplaats zien met alle slimmigheden die erin zitten. Zie je daar!